Precies 130 jaar geleden vierde Vincent van Gogh hier zijn 32e verjaardag. In de tuin van de pastorie staan we. En we zijn benieuwd, want daar zijn plannen met de vijver. En we zijn erg benieuwd hoe het daar nu op dit moment mee staat. Het mag, en dat is al heel wat. Anderhalf jaar geleden moet je een aantal instanties overtuigen dat het leuk is om een pentekening van Van Gogh gewoon voor de toerist of voor de geïnteresseerde kijker na te kunnen bouwen. Wij willen eigenlijk een monument restaureren. Het monument ligt gewoon in de achtertuin van deze prachtige pastorie. En daarvoor heb je niet alleen maar bereidwilligheid nodig, die is er al maximaal in Nuenen, maar daar heb je ook vooral geld nodig. En in die fase zijn we nu. Dus het gaat gerealiseerd worden? Wat mij betreft gaat het gerealiseerd worden, want we willen het met z'n allen. En al even met z'n allen, dan gaat het over de tuineigenaar, dat is de Maatschappij van Welstand, mevrouw Krouwel en haar familie, de bewoonster, en de verhuurder, in dit geval de Nederlandse protestante gemeente, de protestantse gemeente Nuenen. Nu gebruiken jullie een pentekening van Van Gogh als voorbeeld. En de pentekening die staat in het boek? De pentekening, Ad, die staat in het boek van Domineeshuis tot Van Goghuis. 1764-2014, de pastorie en haar bewoners. Dit huis bestaat al 250 jaar. En vorig jaar heeft de protestantse gemeente Nuenen een schitterend boek uitgegeven van Peter van Overbruggen en Jos Tielemans, twee bekende Nuenenaren. En dit boek is bijna uitverkocht. Het ligt nog in de winkel bij Vincentre en bij Van de Moosdijk. Daar kun je het nog net halen, maar daar staan dus ook die mooie plaatjes in van dit huis en van deze tuin. Waaronder op bladzijde, ik sla hem open, Remmert, helpt even. Kijk, hier staat de pentekening in van Van Gogh. Die heeft hij gemaakt in maart 1884. 1884. Eigenlijk een beetje rond deze tijd. Ja, eigenlijk rond deze tijd. Prima. Ja, dus dat we kunnen het nu net zo zien als toen. Ja. En niet alleen maar nu, maar we willen het ook graag in de zomer laten zien. Want we weten allemaal dat dan aan de bomen blaadjes groeien. En die verstoren dit uitzicht, wat er nu gewoon nog te zien is in de zomer, volledig. Zullen we even bij de vijver gaan kijken? Leuk plan. Leuk. Leuk. Wij staan hier nu bij de vijver. En als ik zie, ja, er staat nog niet erg veel water in. Hoe gaat het eigenlijk praktisch aangepakt worden met de vijver? Ja, wij kunnen de historie alleen maar terugdraaien door naar het nu te kijken. En nu is het grondwater wel een meter lager dan in 1880. Het was een ontzettend drassige omgeving toen. Vader van Gogh heeft ook gevraagd, kun je het voor ons draineren? Nou, uiteindelijk is dat gelukt. Waar het water gebleven is, dat weten we alleen maar. Er staan hier eigenlijk te veel bomen. Niet alleen maar in het uitzicht, maar die drinken hier alles op. En deze vijver kunnen we eigenlijk alleen maar restaureren. En dat gaat dan op natuurlijke wijze. We moeten het, zoals mijn collega Willem van Weert zegt, met gouden handjes, handschoentjes moeten we het benaderen. Kunnen we eigenlijk alleen maar doen door een leemlaag aan te brengen. En dan krijg je feitelijk een meter of driekwart meter water hier weer bovenop. En dan zie je hetzelfde als wat Van Gogh zag, namelijk een vijver waar een ijsvogel boven vliegt. Gaat er een ijsvogel komen? Er gaat zeker een ijsvogel komen, maar dan hebben we niet alleen maar het enthousiasme van iedereen nodig, maar ook wat geld om dit te realiseren. Want bij elkaar praten we over een budget van tussen de 10.000 en de 16.000 euro. Willem van Weert is de deskundige op het gebied van zeg maar de grondwatervoorziening en zo. Hij is eigenlijk de groenman. Met ruim 40 jaar ervaring in groenvoorziening. En in grote projecten, bij de grondmei in dit geval, weet hij alles. En wat dat gaat, jammer dat ik nou zijn verhaal moet vertellen, want hij kan dat veel beter. We hebben ook samen uitgedokterd wat eigenlijk het beste is voor het behoud van deze hele omgeving. En dan praten we natuurlijk over een situatie die nu is, maar die ook in de loop der jaren moet blijven gehandhaafd. Een monument heeft onderhoud nodig, een tuin heeft onderhoud nodig. Dat weten we allemaal. Dus daar komt weer een nieuwe natte parel bij het hele Van Gogh gebeuren in Nuenen. Als je het zo wil noemen, natte parel, prima.